Quel est l'objectif? Ça va faire parler. Mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. C'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultats. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. This video about immigration and the political ecosystem I dedicate to Peter Beard. Fascism, totalitarian, black, dark, horrifying, black totalitarianism. Everything the do-gooders are begging for is going to come here. And they're going to have a million excuses why it wasn't their fault. Elke gebeurtenis die angst inboezemt wordt aangegrepen om de hoofdthema's van dit linkse gedachtegoed nogmaals en harder aan te zetten, in plaats van terechte kritiek serieus te nemen. Hoe wordt de samenleving, of beter gezegd het volk, gemanaged, gestuurd en aan denken? Dat gebeurt dus aan de hand van het politieke ecosysteem. Om u die boekjes, die overigens nog voor geen gulden informatie bevatten, om dat te verkopen. Ja, wat is zo'n beschuldiging? U bent een buitengewoon minderwaardig mens. Weet u dat? Dus of het een plan is of een onbedoeld gevolg, is niet zozeer van belang. De 14e incarnatie van de Dalai Lama schijnt in deze extreemrechtse complottheorie te geloven. Het argument dat het allemaal geen bindende verdragen zijn, die u hier in het Excel-overzicht ziet, doet er wederom weinig toe. Het gaat erom dat er in de praktijk gehandeld wordt naar de inhoud en implicaties van deze associatieverdragen en intentieverklaringen. Als er nul consequenties waren voor een intentieverklaring, waarom zou zo'n niet bindende overeenkomst dan überhaupt opgesteld en ondertekend worden? Perfect zien dat de dynamiek van het politieke ecosysteem er één is waar topbestuurders, topambtenaren en regeringsleiders op alle mogelijke manieren beschermd worden door het politieke ecosysteem in het uitvoeren van een pro-immigratieagenda dat geforceerd een multiculturele en multireligieuze samenleving nastreeft, zonder zich af te vragen of deze werkwijze wel werkt. Dit doorgeslagen gelijkheidsdenken op sleutelposities terechtkomen in de politiek, media, onderwijs en corporate wereld. Dit heeft met het volgende keteneffect te maken. Het begint met modelplatonisme, oftewel gedwongen worden door dezelfde bril te kijken als de gevestigde orde en dus verplichte doctrine van hen te omarmen, zorgt ervoor dat men niet opgevoed, opgeleid wordt vrij een mening te vormen. Als ik in de eerste druk van mijn boek schreef een eigen politiek ecosysteem te bouwen, waar het primaire doel is te objectiveren om zo vrije meningsvorming te stimuleren en te faciliteren. Dit jaar tevens een Engelse versie uitkomen, genaamd Dutch Decay. Hierin worden thema's als immigratie, klimaat, de EU toegepast op mijn model genaamd politiek ecosysteem.